Nou, ik ben heel benieuwd of het echte liefde is, dames en heren. Sexy is back. Hier zijn Alexandra en Stinnetje. Oh, wat lief. Kijk eens. Wie zijn die kleine meisjes? Ken je die, Stelletje? Zijn niet van mij. Oké. Ik zie ze zo meteen wel. Oh, ontzettend lief. Hopelijk zit je in de finale. Groetjes van Bridget. Dankjewel, Bridget. Oké, Stelletje. Nou ja, ik heb je net gesproken voor de commercial break. En toen zei je van, oh, nou is die Jarno gevallen. Nu word ik ook zo bang, want ik moet ook liften. En er zaten wel een paar linker jongens in, hè, bij jou, hè? Ik ga eventjes zo achter jou langs, Alexandra. I'm so sorry, anders... Ja, het is natuurlijk al blijft altijd lastig en zeker, ik ben verantwoordelijk voor haar veiligheid. Op het moment dat zij de lucht in gaat, bepaal ik het. En zij kan daar niet uit, dus als ik val, gaat zij mee en dat wil ik haar echt niet aandoen. Nee, dat is lief. Nee, dat kan ook niet, maar goed, dat kan natuurlijk gebeuren. Ja, ik voel toch dat hier de liefde een beetje opbloeit. Hè, Alexandra? You did good. Nee, hartstikke leuk. Martine, jij natuurlijk als kenner, wat vond je van deze kuur van Stelletje met zijn partner? Ja, ik vond het best wel spectaculair weer vandaag. Het zag er netjes uit. Maar er zit wel een maar bij. Die 10 zal toch op zich moeten laten wachten. Want ik merk toch dat de tonnen wat op twee benen wordt geschaad. Maar het gaat echt met een rotvaart over dat ijs. Het gaat echt hard. En dat vind ik wel heel fijn om te zien. Nou nog een mohawk met volledige snelheid. Blijf sterk, maar gevaarlijke trucs. Van hier naar daar, van daar naar daar. Ja, het is moeilijk. Ik vind het goed. Nou, Stelletje, dat is niet verkeerd. Patricia Pai. Love is in the air. I hope. Yep. Hij is zo verliefd. Alexandra, don't you like him? He's so lovable. You're doing so good. Yeah. That was not the question, baby. He loves you. He adores you. He loves you. Very proud of him. Good today. Yes, and you too, baby. Oh, yeah. Zij is ook geweldig. Nee, maar hij heeft fantastisch geschaad. Dat kan ik ook zien. Hij heeft zich enorm goed geconcentreerd. Maar daar had je heel erg veel moeite mee. Nou, dat heb je gedaan. En vooral, ja, als je verliefd op iemand bent, concentreer je natuurlijk helemaal niet meer. Dat weet je, Gerard. Ja, dat weet je, Patrice. Ja, wij weten dat, hè. Dat hebben we een paar keer meegemaakt. Ja. Maar deze kuur was heerlijk om naar te kijken. Echt waar. Kracht en power in. Dankjewel, Patricia. Ja, Maurice, wat heb je hier nog aan toe te voegen? Nou, wie had aan het begin van deze reeks gedacht, toen we hoorden dat Sterretje, ik noem je Tony maar, Sterretje, mee zou doen aan dit programma, dat jij in show 5 in staat zou zijn om dingen te doen, om skills te laten zien, die we eigenlijk alleen maar van de professionals kennen.
Ik vind, zij moet jou zo vertrouwen in deze kuur. En wat je net hebt gedaan, dat is precies zoals het hoort. Jij was een echte leading man. Positief. Mooi. Heel mooi. Maar hoe zit het met de punten? Martine. Ja. Kom op. Ja. Ik ben toch wel een beetje speechless voor het eerst. Maar goed, ik denk dat we... Die 10 gaat niet lukken, maar ik durf wel een 9 te geven vandaag. Goed, maar gaat die 10 nog komen of niet? Jody? Ja. Ja, ik vind, wij mogen de jury natuurlijk niet beïnvloeden, want dat is jullie eigen ding. Daarvoor zijn jullie ook jury. Absoluut. Zeker. En we vinden het natuurlijk heerlijk, we gunnen de jury van harte, maar we moeten natuurlijk wel eerlijk blijven. Ja. Ja, dit was wel jouw haast kwartiertje. En je bent wel de ster van de show. Dus een 10. Ja! Dus toch wel! Nou. Wauw, een 10. Goed, Maurice. Ik zeg niets meer. Dit is de grootste vooruitgang in 1 week die we hebben gezien, een 10. Yes! Oh god. Patricia. Ja, ik voel me een beetje lullig nou eigenlijk. Best for last. Ja. Om te stimuleren om nog een 10 te krijgen, geef ik nu een 9. Oh, maar dat is ook niet slecht. Dat is helemaal niet slecht. Dan kom je op een 9,5. Goed, we gaan heel graag naar het scorebord. En dat betekent gewoon voor jou, lieve Tony, een eerste plaats. En dat is helemaal niet zo slecht, toch?